De periode voor het afsteken van vuurwerk is gisteren officieel afgesloten. Tot en met gisteren zijn er volgens de brandweer in totaal 10 vuurwerkslachtoffers geregistreerd bij de spoedeisende hulp. Volgens brandweervoorlichter Rupesh Bargas blijft het korps erbij dat elk slachtoffer één te veel is. Hij gaat in op de aard van de verwondingen die de verschillende slachtoffers hebben opgelopen. Dat klopt, gisteren was de laatste dag. Tot nu toe landelijk hebben we 10 slachtoffers, waarvan 9 geregistreerd SEH en 1 de Nikeri MMC. De jongste is 4 jaar en de oudste is 57 jaar. En de letsels zijn ook van brandwonden, barstwonden, tot zelf ook een oogletsels en een amputatie aan een rechter vingerkoot. Bargas zegt verder dat het opmerkelijk is dat de helft van de ongelukken veroorzaakt is door het afschieten van knalvuurwerk. In 2018, in 2017 waren er 12 slachtoffers. In 2015 en 2016 stond de teller op 25. In 2014 liep het aantal zelf op tot 32. Volgens Bargas zijn er zelf jaren geweest met wel 63 slachtoffers. We hopen dat het aantal ongelukken dat nu op 10 is niet wordt overschreden, zegt de brandweervoorlichter. Zoals we naar de statistieken kijken, zien we dat toch de meeste slachtoffers komen door de knalvuurwerksoorten. Wat we eigenlijk vooraf ook hadden bekendgemaakt van heel voorzichtig mee om te gaan of liever niet te doen met knalvuurwerksoorten. Er zijn 3 zwaar opgenomen, zware letsels, met zware letsels opgenomen. En waarvan 2 zijn doorverwezen aan de plastische chirurgie en 1 doorverwezen aan de oogarts. Brandweervoorlichter Rupesh Bargas. We spraken hem over de vuurwerkslachtoffers die in de afsteekperiode van 27 december tot en met 3 januari zijn gevallen. In totaal zijn er 10 slachtoffers geregistreerd bij de spoedeisende hulp.